Dag allemaal, vandaag gaan jullie papier maken. Hier zie je de leskist en de materialen die je daarvoor nodig hebt. Alle spullen die je in beeld ziet gaan we gebruiken. Om van oud papier nieuw papier te maken, moet je eerst papier verzamelen. Oude kranten of folders zijn goed. Het oude papier moet goed kunnen verpulveren. Daarmee bedoelen we dat het goed fijn gemixt kan worden. De glimmende folders zijn niet geschikt, want deze kan je niet zo goed verpulveren als je in de klas papier gaat maken. De machines in de fabriek kunnen dat gelukkig wel. De kranten en folders moeten eerst allemaal in kleine stukjes gescheurd worden. Met de hele klas heb je zeker wel een halve vuilniszak nodig. Nu mag je de snippers in porties in een kom doen en er lauw water bij doen. Zorg dat alle snippers door en door nat zijn. Dan mag je het papier gaan mixen tot een papje. Dat papje noem je ook wel pulp. Het mixen mag alleen onder begeleiding van een volwassene. Houd de staafmixer niet helemaal tegen de bodem, maar net erboven. Houd hem ook niet te hoog, want anders vliegt de pulp door het lokaal. Als de pulp mooi glad is, vul je de witte bak tot de helft met lauw warm water. Dan mag de pulp in de witte bak worden gedaan. Als de pulp in het water zit, heb je nieuwe materialen nodig die in de kist zitten. De zeef, de plankjes en de vlieseline doekjes. Pak de zeef met het gaas aan de bovenzijde met het raam vast en schep hem over de bodem door het water heen naar je toe en dan naar boven. Zie je niet overal pulp? Doe het dan nog een keer. Zie je wel overal pulp? Laat hem dan uitlekken. Nu wachten de kinderen tot het meeste water eruit gedruppeld is. Hier zie je de pulp al in een echte vorm verschijnen. Zo gaat jouw papier er ook straks uitzien. Leg alvast een plankje klaar met een vochtig vlieseline doekje erop. Zorg dat het doekje er zonder rimpels op ligt. Anders komen er gaatjes en kreukels in je papier. Kantel voorzichtig de zeef op het doek. Nu moet je de pulp goed aanduwen en wrijven. Vergeet de hoekjes niet. Kijk maar eens hoe voorzichtig zij de zeef eraf halen. Leg er dan voorzichtig nog een vlieseline doekje op en daarbovenop het plankje. Druk deze goed aan, zodat het overtollige water eruit kan. Let op, het kan op de grond wel een kliedeboel worden. Je kunt het plankje en de bovenste vlieseline doek eraf halen. Nu gaan we hem heel voorzichtig omdoen. Niet meteen zo, maar heel voorzichtig. Als je meer velletjes papier gaat maken, leg je bovenop je velletje met pulp iedere keer voorzichtig een vlieseline doekje en schep je met de zeef weer pulp uit de bak. Zo kun je doorgaan tot er een hele stapel is, alsof er pannenkoeken zijn. Ben je klaar? Leg dan bovenop het laatste velletje pulp een vlieseline doek en daarbovenop het plankje. Druk de stapel goed aan, zodat het overtollige water eruit kan. Nu kan je doekje met pulp worden opgehangen aan de waslijn. Na ongeveer 24 uur is je velletje helemaal opgedroogd en heb je echt papier. Als iedereen papier heeft gemaakt, moeten de spullen weer worden schoongemaakt en droog in de kist worden opgeborgen. Gooi het water met pulp uit de witte bak niet zomaar door de gootsteen, anders krijg je een verstopping. Leg de zeef op het afvoerputje en leeg dan voorzichtig de bak met water. Laat alle materialen na het schoonmaken goed drogen voordat je ze in de kist legt. Is je papier droog? Haal het papier dan voorzichtig van je vlieseline doek. Nu kun je er een tekening op maken, een brief schrijven naar iemand of lekker mee knutselen. Veel succes en plezier met het papier maken!